Het Daans Festival Tomorrowland in Boom heeft opnieuw een belangrijke juridische slag thuis gehaald. De Raad van State heeft het verzet van een buurtbewoner tegen de milieuvergunning van het muziekfestival verworpen. Griet Knudde, de advocaat van de man uit Rumst, blijft wel strijdvaardig. De procedureslag tegen Dance Festival Tomorrowland blijft maar duren. Dit keer sprak de Raad van State zich uit over de klacht van een buurtbewoner uit Rumst. Die wou via een kortgeding de milieuvergunning laten schorsen. De man woont net naast twee parkeerterreinen. Op 400 meter van de camping en op iets meer dan een kilometer van het hoofdpodium. Voor de Raad van State is het niet aannemelijk dat hij onherstelbare schade zou ondervinden van het festival. De milieuvergunning wordt dan ook niet geschorst. De advocaten van de man, Griet Knudde, legt zich er niet zomaar bij neer. Zij stelt dat de procedure nog loopt. Ze is ook teleurgesteld dat de Raad van State verwacht dat je op voorhand inschat hoe groot de schade is. De organisatie van het dancefestival is tevreden met de uitspraak en verwacht ook dat de laatste rechtszaak die nog loopt tegen het festival een goede afloop zal kennen. Reacties krijgt u in ons ATV Avondnieuws.